Oké, dit gaat even een heel serieus filmpje zijn. Wat eventueel best wel wat boze reacties gaat veroorzaken. Maar oké, daar zijn we voor. Soms moet je gewoon niet stap zeggen en zeggen waar het op staat. Zo net is een van mijn filmpjes door iemand hier op YouTube. En door iemand die zich zogenaamd achter zoiets als Anonymous schaart, opgegeven omdat hij wil dat wat ik op mijn filmpje heb gedaan niet kan zeggen. Een ander woord, om zeg maar een filmpje te verbieden met inhoud die iemand niet aanstaat, is het plegen van censuur. En dit filmpje gaat dus over internetcensuur. Al zo lang als internet bestaat, en dat is langer dan dat Nederland internet heeft, hoor, internet bestaat al sinds 1967, heb je activisten die op internet rondzwerven, hè? Dus de zogenaamde hackers onder andere. En ik ben daar een van. Ik ben een van die mensen die al langer op internet en op computerlijnen rondsurft. En onze motto heb ik niet verzonnen, want het bestond al lang, is Information Wants to Be Free. Dat is een bekende term uit de hackerscene, die je de laatste tijd eigenlijk wat minder vaak hoort. Er zijn andere termen voor gekomen, maar goed, dit is iets wat eigenlijk al, die zin die bestaat al 20 jaar. En waar slaat dat op? Dat slaat erop dat alles beschikbaar, toegankelijk zou moeten kunnen zijn voor iedereen. En met alles bedoelen we dus niet alleen maar hoe je een brood bakt en hoe je een tractor in elkaar sleutelt, maar ook of je voor vrede bent, of een hekel hebt aan Joden, of bijvoorbeeld gek bent op kinderporno. Nou, waarom is dat? Is dat omdat wij denken dat kinderporno goed is? Nee, integendeel, wij zijn heel erg tegen kinderporno. Maar wat gebeurt er op het moment dat je kinderporno op internet gaat verbieden? Op dat moment maak je het mogelijk dat er dingen verboden kunnen worden. Nou zijn er een hoop landen en groeperingen met veel macht die net zo tegen die net zo tegen homoseksualiteit aankijken, hè, of het Jodendom, of noem maar wat, zoals wij tegen kinderporno aankijken. Op het moment dat je dus kinderporno gaat verbieden, geef je mensen de mogelijkheid om andere dingen ook te verbieden. En dus zul je automatisch de mogelijkheid krijgen dat het op een bepaald moment in bepaalde landen verboden is om te zeggen dat je homo bent. Of om te zeggen dat je Joods bent. Dat mag dan niet. Hè? En in sommige landen mag dat trouwens ook niet. Hè? Sommige landen doen ook aan internetcensuur, zoals Turkije en China. En ja, wij internetters vinden dat internet veiliggesteld moet worden. Het is niet alleen. Bovendien denken wij sowieso dat als mensen zoiets naars als kinderporno willen hebben, dat ze er toch wel aankomen. Daar heb je helemaal geen internet voor nodig. Dus de hele zin daarvoor is weg, dat je het misschien moeilijk maakt voor mensen. Oké, dat je op YouTube dingen zegt waar dan, en dat doet YouTube ook, een leeftijdsgrens op zet, zodat je er alleen maar naar kan kijken als je een bepaalde leeftijd hebt. Daar kunnen we heel goed mee leven. Maar het feit dat je dus zeg maar dingen achter kunt houden, dat je dingen kunt dichtstoppen, dat je ervoor kan zorgen dat iets niet kan, dat is echt een big no-no. Dus nee, we zijn niet. Bovendien vinden wij dat we ondertussen in een wereld zijn waar we heel goed de verantwoordelijkheid zelf kunnen nemen om bepaalde dingen niet te doen. Dat noemen wij volwassen. En we hackers vinden ons volwassen. Dus nogmaals, er zou niet zoiets als kinderporno mogen zijn,
Maar het tegenhouden op internet is het begin van het einde. Nou, mijn filmpje ging helemaal niet over kinderporno, want het ging over iets wat mijn... wat degene die mij had aangegeven niet kon. Hè. Ik zing dat ik mijn dikkie gewassen heb in de shower. Dikkie is, ja, wij volwassen hebben meteen door dat we het over mijn lul hebben. Kinderen weten dat niet. Oké? Daarom hebben we het juist over dikkie. Je moet eens kijken naar allemaal liedjes van vroeger tot in de jaren 40, 30 aan toe, die allemaal zeg maar bepaalde naampjes gebruiken, zodat je er openlijk over kan zingen en toch zeg maar een bepaalde klasse niet begrijpt waar het over gaat. Bijvoorbeeld de term rock'n'roll is neuken. Dat is rock'n'roll. Dat is in de jaren 50 de muziek voor een bepaalde wilde muziek geweest. Maar voordat die muziek bestond, bestond de term rock'n'roll bestond al. En rock'n'roll betekent rocking en rolling over the floor. Dat is rock'n'roll. En zo zijn er dus heel veel liedjes. Rock around the clock betekent dus niet dat we om de klok heen gaan dansen. Rock around the clock van Bill Haley betekent gewoon 24 uur lang aan één stuk door neuken. En wij volwassen wisten het dat. De boeren wisten het niet. De kinderen wisten het ook niet. En daarom kon dat. En daarom vind ik dat zo'n liedje van Wash My Dickie in the Shower ook kan. Nou, valt het me ook heel erg op dat volgens sommige mensen dat je het niet over je geslachtsdelen kan hebben. Ik ben heel vrij opgevoed. Ik wist westerse opvoeding. Wij hebben sauna's, we hebben naakstranden. Ik bedoel, als kind, ik weet niet beter dan mijn moeder topless buiten in de zon lag. Dat is heel normaal. Al onze vrienden deden dat. En als wij naar een sauna gaan, nog steeds, bijvoorbeeld in Limburg, Zuid-Limburg, heb je een hele grote sauna, Therma 2000. Echt groot. Daar gaan echt gewoon 3.000-4.000 mensen in. En dat zijn geen oude mannen en oude vrouwtjes alleen maar. Die nemen ook hun kinderen van 5, 6 mee. En iedereen loopt er gewoon met een handdoekje rond, totdat je in het bloedbad gaat zitten of in de sauna. En dan wordt dat handdoekje afgelegd en dan kun je alle piemeltjes zien. En niemand daarvan denkt daarbij aan seks. Eerlijk gezegd, mensen die dat soort dingen meteen gelijkstellen met seks, dat zijn mensen die niet helemaal lekker zijn in hun hoofd. Daar wou ik het bij laten. De reden, wij willen geen internetcensuur. Ik heb dus ook op de Piratenpartij gestemd om die reden. En daar wil ik best ver voor gaan. Nou, heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer.